Guys, nou, ik krijg natuurlijk best wel veel vragen omtrent Shani. Dus ik zal het voor één keer even duidelijk uitleggen. Nou, Shani en ik zijn dus ook geen vriendinnen. Dat gaan wij ook nooit worden. Verder mag ik haar gewoon. Vind ik haar een aardige meid. En, of ja, nee, dat is niet waar. Ik vind haar niet aardig. Maar gun ik haar wel gewoon het beste. Ja, in de aflevering hebben jullie gezien dat ik het leuk heb met Odim. En hem graag beter wil leren kennen en wel serieus ben. Zij is daarvan op de hoogte en zoent. Hem, maar vervolgens vindt ze het niet kunnen dat Leslie met Keanu zoent, terwijl ze niks met Keanu heeft. En zoent ze zelf met Odin. Ja, ik vind dat een beetje apart. Helemaal apart dat je een uur na die zoen vraagt aan mij of dat ik een leuk setje heb wat ze aan kan naar het strand. Jullie zien ook dat ik het groene badpak aan heb en het groene vest. En vervolgens loopt ze daar zelf mee naar het strand. Wat mij betreft schijnheilig. Dus ik vind het een beetje hypocriet als je dan zo tegen Leslie gaat doen. Nou jongens, ik zou zeggen, stay tuned. Kijk zelf gewoon. Deze meid heeft geen poot om op te staan. En probeer daarna allerlei argumenten te bedenken. Omdat ze niks kan verzinnen. Omdat ze gewoon letterlijk geen poot heeft om op te staan. Want zij is degene die naar Odem is gegaan. En heeft gezegd, ze doet alleen mee voor de fame. En je moet daar niet intrappen, bla bla bla. Maar jullie gaan het allemaal nog wel zien, schatten. Ik ga het verder ook gewoon hierbij laten. Jullie zien zelf wat voor, ja... persoon het is waar het hier over gaat. En nogmaals, ik heb verder echt geen problemen met haar. Ik hoop echt dat ze de rust en geluk in haarzelf vindt en niet bij haar onzekerheid hoeft te projecteren door anderen naar beneden te halen of te vernederen of te kwetsen. Want dat is wat ze graag doet. Dus ik hoop ook, mocht er een therapeut zijn of een psycholoog die haar hierbij kan helpen, dan bij deze, ik wil het graag bekostigen om haar te helpen. Dus I wish you good luck.